Goedemiddag, iedereen die hier aanwezig is en die eventueel via livestream meekijkt. Ik open hier bij deze academische zitting, waarin de heer Wolfs zijn academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Het proefschrift is geschreven in het Engels onder de titel Challenges in Lymphedema on Diagnostic Methods, Measuring Techniques and Microsurgical Treatments for Lymphedema. Alvorens wij overgaan tot de oppositie en de kandidaat tot zijn verdediging, zal laatstgenoemde een overzicht geven van de belangrijkste door hem verrichte onderzoekingen en een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes en inspiratie. Meneer de prorector, dank u wel. Geachte leden van het promotieteam, vrienden, familie, de oppositie en mensen die online meekijken. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Dus ik ga nu in de komende 15 minuten iets vertellen over lymfoedeem en daarbij methodes om het lymfestelsel en lymfoedeem in beeld te brengen, te meten en ook goed te opereren. Het lymfestelsel dat loopt eigenlijk door het hele lichaam en het heeft onder andere als functie om lymfevocht met bacteriën af te voeren. En dit vocht wordt gezuiverd in de lymfeknopen, oftewel de lymfeklieren. En hierna komt het gezuiverde lymfevocht allemaal terecht rondom de sleutelbeenderen, waar het in de bloedbaan terecht komt. In de arm stroomt het lymfevocht van de vingers richting de oksel. En in die oksel liggen zo'n 20 tot 40 van die lymfeklieren. En één daarvan, soms twee, die worden dan de schildwachtklier genoemd. En dit is dan de klier die als eerste het lymfevocht vanuit een tumor uit de borst ontvangt. Wat is dan lymfoedeem? Lymfoedeem betekent dat het lymfevocht niet goed kan worden afgevoerd. En het kan verschillende oorzaken hebben. Het lymfestelsel kan vanaf de geboorte niet goed zijn aangelegd. Of het lymfestelsel kan bijvoorbeeld kapot zijn gegaan, bijvoorbeeld na de behandeling van kanker. Nou, wanneer lymfoedeem dan ontstaat na de behandeling van borstkanker, noemen we dat borstkanker-gerelateerd lymfoedeem. En in Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. En ongeveer 20% daarvan die ontwikkelt borstkanker-gerelateerd lymfoedeem. Nou, er komt door de verschillende behandelingen van borstkanker. De schildwachtklierprocedure is daar één van, waarbij eigenlijk de lymfeklier dus wordt opgezocht en eruit wordt gehaald. Een okselkliertoilet, waarbij een groot deel van de lymfeklier wordt weggehaald. Of bestraling van de oksel. Nou, een lymfoedeem brengt heel veel verschillende symptomen met zich mee. Onder andere zwelling van, in dit geval de arm, vermoeid of een zwaar gevoel in de arm, pijnklachten, bewegings- of kledingbeperkingen, beperking in het dagelijks functioneren en huidafwijkingen of infecties. Maar ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat het in ieder geval de kwaliteit van leven flink achteruit kan brengen. Nou, hoe kunnen we dan het lymfestelsel en lymfoedeem zichtbaar maken? Het lymfestelsel is te beoordelen met verschillende methoden, bijvoorbeeld met een MRI-scanner. Daarbij zou dus het lymfestelsel goed in beeld kunnen worden gebracht met dus de magnetische resonantielymfografie, oftewel de MRL, hebben we daarom gebruikt om het lymfestelsel in beeld te kunnen brengen. Hier zien we daar een voorbeeld van en daar kom ik zo meteen nog even meer op terug. In het eerste artikel hebben we eerst even gekeken wat er al bekend was over de MRL. Dat is een literatuurstudie en we wilden daarbij kijken welke MRL-protocollen werden daarbij gebruikt. Beoordelen of de MRL goed gebruikt kan worden in het ziekenhuis. En nagaan wat er nou eigenlijk nodig is om de MRL zelf goed uit te kunnen voeren. Nou, uit de beschikbare literatuur kwamen 24 studies waarin 1903 participanten deelnamen. Alle waren zeer verschillend, maar wat we wel eruit konden halen is dat er in ieder geval tot aan 0,5 mm qua dikte van lymfvaten in beeld kunnen worden gebracht. Een accurate imaging van de abnormale lymfevaten en ook lymfeafvoerpatronen met een hoge resolutie. En toe te passen in het ziekenhuis als het onderzoek eigenlijk maximaal 1 uur duurt om ook de patiëntvriendelijkheid in ogenschouw te houden. Nou, wat waren dan minimale vereisten om zo'n protocol op te stellen? In ieder geval moest er contrastvloeistof worden gebruikt om de lymfevaten aan te laten kleuren. Een T1 en T2 gewogen beeld bevatten. En dat kun je eigenlijk vergelijken met als we met een normale foto maken en dan een negatief van die foto. Het scannen van minstens 30 minuten na dat inspuiten van het contrast, zodat het contrast goed op is genomen in de arm. En een resolutie van, ja, hier staat dan 1,2 bij 1,3 bij 1,6. Dat zijn eigenlijk de grootte van de pixels van het beeld. En eigenlijk hoe kleiner de pixels, hoe harder de MRI-scanner moet rekenen en hoe langer dat duurt. Dus moet altijd een balans in gevonden worden, omdat anders iemand heel lang in de scanner ligt. En zo. Nou, in het opvolgende onderzoek hebben we zelf zo'n MRL-protocol opgezet en gekeken of het lymfestelsel dan ook goed in beeld was te brengen bij 10 gezonde proefpersonen. En we hebben daarbij gekeken of we ook het oppervlakkige als ook het diepere lymfestelsel in beeld kunnen brengen. Nou, dit is daar een voorbeeld van een plaatje van. En als we kijken naar het witte pijltje, die geeft een bloedvat aan. En dat is eigenlijk een vat wat mooi met een normale diameter doorloopt. En als we naar de rode pijltjes kijken, die geven lymfevaten aan. En dat is eigenlijk meer een kralenketting. Dus daar wisselt dat een beetje in de diameter. En zo kunnen we dat mooi onderscheiden. En daarbij was dus ook als resultaat dat we en het oppervlakkige en ook de diepere lymfevaten in beeld konden brengen. Een volgende stap was dan om te kijken of we dat MRL-protocol kunnen gebruiken bij ook lymfoedeempatiënten. En hierbij hebben we 10 gezonde en 10 lymfoedeempatiënten gescand. En hebben dus gekeken of we daar ook verschillen in konden zien tussen een normaal lymfestelsel en een lymfoedeemarm. Nou, en dit is daar een voorbeeld van. Er zijn twee armen naast elkaar en de linkse is dus dan zo'n gezonde arm, waarbij eigenlijk alle witte lijntjes bij de witte pijl en bij de rode pijl gewoon mooi doorlopen. En aan de rechterkant zien we dan een lymfoedeemarm. Die is al veel dikker, maar ook met de rode pijltjes aangegeven zien we die hele witte plekken. En dat is dan ook die plekken waar de lymfevaten kapot zijn en dat de rest van de arm instroomt. Dus dan zien we dat contrast verder de arm ingaan. Hoe kunnen we dan lymfoedeem meten? Er zijn verschillende manieren. En een voorbeeld daarvan is de omtrek meten, gewoon met een meetlint. Een waterbak, waarbij de arm dan in een bak met water gaat. Daar stroomt water overheen en dat wordt gemeten. Zoals ook bekend als de wet van Archimedes, dat principe. Of bijvoorbeeld 3D-fotografie, waarop op 3 verschillende plekken dan een foto van de arm wordt gemaakt. En met software wordt dan het volume van die arm berekend. In een volgend artikel hebben we dan een nieuw meetapparaat, de Peracutus Aquamet, vergeleken met de waterbak die eigenlijk als standaard wordt gezien. De Peracutus Aquamet is een cilinder waar mensen dus de arm in stoppen en dan wordt het water gaat omhoog en naar beneden en wordt dan het volume van de arm gemeten. Dus vergeleken met die waterbak, en dat is dus die bak zoals ik net zei, de arm gaat in het water gaat naar rechts in het zijbakje en dat wordt gemeten. En zo hebben we dan verschillende manieren om het volume te meten. En elke arm werd in dit onderzoek 3 keer gemeten, zodat we weten hoe nauwkeurig dat apparaat is voor dezelfde arm. Wat we zagen, de Peracutus Aquamet was het eerste prototype, was zeer nauwkeurig en eigenlijk ook wat nauwkeuriger dan de bravometer. Maar omdat het dus ook een prototype had, had het ook een keerzijde. Dus de gebruiksvriendelijkheid, het tijdmanagement en de patiëntvriendelijkheid, die kon nog wat verbetering gebruiken. Het duurde nu wat langer om met de Peracutus te meten dan met de waterbak. En bijvoorbeeld de cilinder had een harde rand, wat soms in de oksel als niet fijn werd ervaren. Maar mochten die verbeteringen zijn doorgevoerd, dan is de Peracutus Aquamet zeker van waarde. Ook omdat dit apparaat niet alleen het volume meet, maar ook de omtrek van de verschillende plekken op de arm door de manier van meten. Dan de behandeling van lymfoedeem. Er zijn verschillende mogelijkheden en een daarvan is een conservatieve therapie. En de conservatieve therapie betekent dat er geen operatie gebeurt, maar bijvoorbeeld het zwachtelen of een steunkous van de arm of het been. Massage door een therapeut. Huidbehandeling en oefeningen. En ja, de symptomen worden hier wel mee bestreden, maar de oorzaak van het lymfoedeem wordt natuurlijk niet aangepakt. Dus vaak zit de patiënt hier dus een hele leven verder aan vast. Andere opties is dus een operatie. En een voorbeeld daarvan is de lymfoveneuze anastomose, oftewel de LVA afgekort. En hierbij wordt eigenlijk een verbinding gemaakt tussen een lymfevat en een bloedvat. Op de poli wordt dan gekeken welke lymfevaten daarvoor in aanmerking komen. En tijdens de ingreep wordt dan deze aan elkaar verbonden. En dat ziet er eigenlijk zo uit. In het bovenste plaatje zie je 2 losse vaatjes naast elkaar liggen, boven elkaar. De bovenste is het lymfevat, de onderste is het bloedvat. En in het onderste plaatje zijn ze aan elkaar gehecht. Nou, en dit zijn dan vaatjes van 0,2 en 0,3 mm groot. Dus dat wordt onder een microscoop gedaan met zeer fijne instrumenten. En tijdens zo'n operatie worden dan 4, 5 verbindingen gemaakt. In het volgende onderzoek hebben we dan gekeken hoe zit het met die verbindingen na 1 jaar. En die hebben het onderzoek in 2 groepen verdeeld. De patiënten die nog een open verbinding hadden en een groep die geen open verbinding meer had. Dus waar die verstopt was of het niet meer deed. Die groep hebben we gescheiden. Als we nou aan de linkerkant kijken zien we een plaatje waarbij dus zo'n verbinding open is. De rode lijn is de verbinding. En ik heb het nog even extra aangegeven met stippenlijntjes. Dat die daaronder en daarboven doorloopt door de stippenlijntjes. Aan de rechterkant waren 2 verbindingen gemaakt. En na het rode lijntje, ja, daar is eigenlijk geen goed lymfevat meer te zien. En zou die dus dicht zijn of niet meer werkzaam zijn. En wat we dan zagen na 1 jaar, is dat de kwaliteit van leven, gemeten met een vragenlijst, voor de groep met een open verbinding echt flink omhoog ging. En bij de andere groep een beetje. We zagen dat de omtrek lichtjes minder werd bij de groep met een open verbinding. Dus juist wat groter werd, dus een grotere omtrek bij de andere groep. En dat het stoppen van een steunkous in de groep met een open verbinding, een grote groep daarmee dus kon stoppen. En in de andere groep was dat 1 patiënt die daarmee gestopt was. Daardoor lijkt het erop dat er dus een verband is tussen zo'n open verbinding, waarbij het lymfe dus afgevoerd kan worden, en vermindering van klachten. Maar goed, de groepen waren zeer klein, dus we kunnen daar geen hard bewijs aan hangen. Maar de trend is wel te zien. Nou, dan is het tijdens de 11-jaar-operatie zo dat we bezig zijn met die hele dunne lymfevaten. Nou, en dan is het dat samen met de TU in Eindhoven en het bedrijf Microsure is een robot ontwikkeld. Om te kijken of zo'n robot dus ook net zo goed is, of minstens net zo goed als het opereren met de hand. Dat we met de hand toch met zulke kleine dingetjes bezig zijn. Dit is die Musa-robot en die bestaat eigenlijk kort gezegd uit 4 armen. Waarbij 2 armen door de chirurg vast worden gehouden. Dat zijn die aan de linkerkant met de groene pijltjes. En 2 armen die doen die bewegingen na. En dat zijn de armen met de rode pijltjes. En dan rechts zien we hoe dat dan richting de arm gaat. En die armen die halen een tremor eruit, dus de trilling van een hand. Die kunnen bewegingen vergroten of verkleinen. Om zo te kijken of we dan de resultaten daar ook goed en ze misschien zelfs beter mee kunnen krijgen voor zo'n operatie. Nou, wat zagen we ook na 1 jaar na deze operaties, is dat eigenlijk die robot met en zonder robot, dus de resultaten net zo goed waren. Dat de kwaliteit van leven, dus of iemand met robot of zonder robot is geopereerd, evenveel omhoog ging. De armomtrek bleef in beide groepen ongeveer gelijk. En de steunkous, het percentage wat mensen konden stoppen, dat ging ook in eenzelfde percentage naar beneden in beide groepen. Nou, dan heb ik het nu over de conservatieve therapie gehad en ook over de 11-jaar-operatie. Maar er was dus eigenlijk nog geen studie gedaan die eigenlijk die 2 behandelingen vergeleek. Dus daarom hebben we de LymphTrial opgezet. En wat de LymphTrial inhield was dat het een multicenter onderzoek is. Dat betekent dat er meerdere ziekenhuizen aan meededen, of aan meedoen. Waarbij 120 patiënten op dit moment meedoen. Waarbij de helft de conservatieve therapie ondergaat. Dus die krijgt de massage en de steunkous. En de andere helft die ondergaan de operatie. Nou, dat is een loting, dus iemand wordt geloot in de ene groep of de andere. En dan gedurende 2 jaar worden op verschillende momenten metingen gedaan om te kijken hoe het gaat. Waar kijken we dan naar? Nou, primair kijken we naar de kwaliteit van leven. Dat doen we aan de hand van de vragenlijst op die verschillende momenten. Dus gaat de kwaliteit van leven omhoog en gaat er bij de ene groep meer omhoog dan de ander. Verder kijken we naar de kosten, zowel voor de zorg in Nederland, maar ook voor de patiënt zelf. Kwaliteit van leven gecorrigeerde levensjaren, dus hoe zit dat? Dat wordt dan berekend hoe dat dan in het latere leven ook zal zijn. Kosteneffectiviteit. Het percentage patiënten dat kan stoppen met zo'n steunkous of verminderen, of, en ook qua conservatieve therapie. En het volume van de arm natuurlijk. Nou, en op dit moment is het zo dat alle patiënten in dit onderzoek zijn geloot, zijn of geopereerd of doen mee aan de conservatieve therapie. Waarbij dus nog de 2 jaar voor een aantal patiënten wordt volgemaakt om de metingen compleet te krijgen. Kort gezegd kan ik zeggen dat MRL dus het lymfestelsel duidelijk laat zien. En het kan dus echt van waarde zijn voor bijvoorbeeld de diagnose van lymfedeem. Peracutus Aquamet is een nauwkeurig meetapparaat. De LVA is een effectieve operatie waarbij de kwaliteit van leven verbetert. En de Musa-robot is in ieder geval minstens zo goed als het opereren met de hand. En dat was mijn voordracht. Dan geef ik het woord terug aan de prorector. Ja, dank u wel. Duidelijke voordracht met waar u alle aspecten, neem ik aan, behandeld hebt. En ook nog netjes binnen de tijd. Dus we kunnen de hele rest van de tijd gebruiken voor de oppositie en u voor de verdediging. Dan wordt de oppositie nu geopend door professor Tjan. Zij is hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder op het gebied van de medische oncologie. En dus ook een grote autoriteit op het gebied van de mammacarcinomen. En daar gaat uw proefschrift ook van gedeeld over. Dus het woord is aan haar. Zij was bovendien lid van de, voorzitter zelfs van de manuscriptbeoordelingscommissie. Professor Tjan. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte meneer de promovendus, allereerst complimenten en felicitaties voor het mooie boekje. Ik heb met veel belangstelling gelezen. Ook felicitaties voor uw begeleidingsteam. Binnen het Maastricht Comprehensive Cancer Centrum hebben we als missie voor functiebehoud naast een betere overleving. En met uw proefschrift heeft u daar ook weer opnieuw ook een bijdrage aan geleverd om die missie te halen. Net zoals een collega van u die vorige week is gepromoveerd, ook vanuit de plastische chirurgie. Dus opnieuw daarvoor ook dank aan het hele team. Ik wilde eigenlijk beginnen met een stelling, stelling 11. En ik zou graag een van de paranymfen willen vragen om deze stelling voor te willen lezen. Stelling 11. Ja, stelling 11 luidt, je gaat het pas zien als je het door hebt, van Johan Cruijff. Ja, dus mijn vraag is, wat bent u gaan zien? Ja, hooggeleerde opponent, bedankt voor de felicitaties en uw vraag. Ja, Johan Cruijff is sowieso een van mijn grote helden. Natuurlijk filosofisch in al zijn uitspraken. En eigenlijk is deze stelling dus meerledig. In eerste instantie onderzoek doen vanaf het begin als student zijn en daar nog niet in zit, dan zit je ook nog niet echt in de materie en dergelijke en weet je ook nog niet zo goed hoe doe ik onderzoek, hoe gaan die dingen en gaandeweg leer je dat ook. En op het moment dat je iets niet weet, ja, zie je ook niet hoe dingen werken en op het moment dat je er wel mee bezig bent en je er dieper in duikt, ja, ga je die dingen ook zien en ga je ook juist dan ook die verdieping in. Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant geldt dat ook voor het werk binnen de plastische chirurgie, natuurlijk in de geneeskunde in het algemeen. Ja, als dingen niet bekend zijn, dan weten we die ook niet. En ja, de wetenschap die geeft er natuurlijk een bijdrage aan. Waardoor we dingen wel te weten komen. En dan kunnen dingen ook pas begrepen worden. Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte erbij. Oh ja, ja, ook ja. Heel mooi. Ik dacht zelf dat u meer dacht aan vroegdiagnostiek, het opsporen, zodat je het nog vroeger zou kunnen zien. Ja, dat is dan een voorbeeld natuurlijk daarvan. Ja. Maar ja. Ja. Ik vroeg me af, hè, als ik nu patiënten op de poli zie, dan zegt af en toe een patiënt tegen mij, ja, ik heb begeleiding door een lymfedeemtherapeut. En dan denk ik, goh, maar er is toch geen sprake van lymfedeem. En dan zegt de patiënt tegen mij, ja, ik wil toch graag een verwijzing, want ik ben er nu al gegaan, maar ik heb eigenlijk formeel nog een verwijsbrief nodig. Want de edeemtherapeut heeft aangegeven, laten we maar vroeg beginnen, dan kunnen we er ook voor zijn. Klopt die redenering? Of schrijf ik dan voor niks een verwijsbrief voor? Dus u bedoelt op het moment dat er nog geen klachten zijn, bij wijze van. Ja. Nou, wat er in ieder geval, wat verwezen worden kan altijd, hè, want het is in ieder geval wel wat we in de literatuur zien, is dat vooral vroeg stadium lymfedeem ook nog het beste behandeld kan worden. Vooral bijvoorbeeld met zo'n LVA-operatie. Daarbij is echt het vocht wat dan nog echt uit de arm kan. In een later stadium is er echt vervetting en zo, dan wordt het al een heel stuk lastiger. Dus op het moment dat iemand inderdaad vroeg komt en er zijn... Kijk, als er nog niet echt klachten zijn, nou ja, goed, dan is het bij ons ook prima te beoordelen van nou, wat kunnen we er eventueel mee. Maar meestal bij net beginnende klachten kunnen we op de poli het ICG-onderzoek doen met indocyanine groen. Waarbij we dan kijken met de camera, nou, hoe zien de lymfevaten eruit? En op het moment dat we dan zien dat daar ergens, zoals op een van mijn plaatjes ook te zien was, er al witte plekken te zien zijn, nou dan is dat ook een mogelijkheid om daar bijvoorbeeld zo'n lymfoveneuze anastomose uit te voeren. Want heeft u meegemaakt dat zo'n foto zeg maar afwijkend is, terwijl je eigenlijk met de blote oog niks ziet? Of zegt u nee, het is eigenlijk altijd wel, ik zie iets aan die arm. Ik denk eigenlijk dat er sprake is van lymfedema, maar ik ga proberen dat te objectiveren met beeldvorming. Daar zit echt wel een verschil tussen. Want soms kan het zijn dat iemand dus echt bijvoorbeeld een dikkere arm heeft en daar relatief minder of weinig last van heeft, door coping of wat dan ook. Maar aan de andere kant kan het ook zijn dat soms een arm relatief niet heel dik lijkt, maar iemand daar wel ontzettend veel klachten van ondervindt. Of het nou een zwaar gevoel is, of een heel gespannen gevoel in de arm. Of, Maar stel nu dat de patiënt helemaal geen klachten heeft, dus echt helemaal preventief wil voor zijn dat er klachten gaan ontstaan. Heeft u dat meegemaakt dat dan toch de beeldvorming afwijkend is? Ik zelf heb dat niet per definitie zo gezien. Want wat we dan zouden kunnen zien is dat lymfevaten gewoon heel mooi van vingers tot aan de oksel te doorlopen zijn. Ja. En dan zou je zeggen, stop maar met die lymfedeemtherapie, want dat maakt de zorg misschien onnodig duur. We moeten natuurlijk ook nadenken over de duurzaamheid van de zorg. Ja, dat is dan ook een beetje aan de lymfedeemtherapeut. Want het is hen expertise ook bijvoorbeeld om die massage te doen. Als zij ook merken en zien dat ze masseren, maar er zit geen verbetering in, maar de patiënt geeft ook aan dat er geen verslechtering nog is in na massage. Meestal is het namelijk na massage dat er dan even een verlichting in de arm is, minder uideem. En dan dat daarna gedurende de weken dat weer, of gedurende de dagen wat toeneemt en dan weer naar de therapeut gaan. Ja, als dat allemaal niet aan de hand is, ja, dan hoeft iemand ook niet meteen natuurlijk één keer in de week of een paar keer in de week naar een lymfodeemtherapeut. Dus zegt u dan, kunnen we het met mij eens zijn dat preventief masseren eigenlijk niet zinvol is? Ja, preventief vind ik een lastige, omdat het natuurlijk niet per definitie te objectiveren is van nou, waar zit er nu een lymfevat wat kapot is of niet. Dus ik denk dat in eerste instantie het prima is om iemand te verwijzen of naar een lymfodeemtherapeut te sturen, maar als dan blijkt dat het ook op een bepaald niveau, een goed niveau blijft, om dan niet zeg maar daar dan maar te blijven masseren of wat dan ook, maar dat ook bijvoorbeeld, kom na een paar maanden terug, om dat dan gewoon individueel te bekijken. Stel nu de andere patiënt die heeft wel lymfedeem, moet ik voortaan primair naar de plastisch chirurg gaan verwijzen en niet meer naar de dermatoloog bijvoorbeeld of naar de lymfedeemtherapeut? Nou ja, goed. Iedereen is inderdaad bij ons van harte welkom, zeker. Ja, want wij kunnen dan in ieder geval objectiveren of we iets kunnen doen. Mm-hmm. Kunnen we niets doen en is het te ver, nou dan is dat zo. Maar is er wel iets, ja, dan kunnen we dat inderdaad op de poli bekijken en ook met het ICG-onderzoek. Ja, misschien mijn laatste vraag. Gaat onder manuele drainage en een steunkous altijd de lymfedeem in uw ervaring verslechteren? Dus doe je er kwaad aan door toch die steunkous zeg maar, voor te schrijven en eventueel lymfedrainage? Of zegt u nee, dat is per definitie fout, want dan krijg je over 10 jaar een patiënt die door ons niet meer te behandelen is. Dus is er een beste timing window? Nou, er zijn onderzoeken dat met conservatieve therapie meteen in de eerste 3 maanden dat het daar echt aanzienlijk kan verbeteren en dat het dan ook beter blijft. Dus die onderzoeken die zijn er. Het is vaak als het er na die 3 maanden ook niet verbetert, ja, dat dan inderdaad het bij ons inderdaad goed, een goed onderzoekniveau gedaan kan worden. Misschien nog een heel korte vraag. Doen we er ook kwaad aan? Dus stel, de patiënt gaat naar u toe, u doet zo'n LVA-procedure. Kan dat ook verslechteren door de procedure? In principe, zoals we het nu ook in de onderzoeken zien, is dat het per definitie niet kan verslechteren. Natuurlijk zitten we in een lymfoedeemarm met een iets hogere kans op een infectie, morinversipelas of wat dan ook. We zien daar niet dat het een duidelijk vergroting in het percentage is van die infecties dan een lymfoedeemarm op zich. Dus nu ook bijvoorbeeld in dat laatste onderzoek waar die 120 patiënten meedoen, zien we niet dat we heel veel meer infecties zien of dat daardoor bijvoorbeeld het kan verslechteren. Prima, ik dank u voor de antwoorden en ik geef graag door terug meneer de prorector. Dank u wel, professor Tjan. Er wordt nu de oppositie voortgesteld door dokter Vasilic. Hij is bij ons via het scherm, daar verschijnt hij al. Hij is plastisch chirurg in het Rasmus Universitair Medisch Centrum. Hij was lid van de manuscriptbeoordelingscommissie. Professor of dokter Vasilic. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus en promotoren en promotor, gefeliciteerd met dit mooi boekje. Mooi werk die heel veel impact gaat hebben in het veld van lymfedema. Dus prachtig werk. Ik zou graag met u discussie willen voeren over diagnostiek. En dan over de MRI-modaliteit die u zo mooi beschreven heeft met uw systematic review. Gezonde populatie en daarna vergelijking tussen gezonde en, populatie en de mensen die lijden aan lymfedema. Ten eerste compliment dat u daarin duikt als iemand uit het medisch veld en zelf ook die hele reeks aanpast voor de MRI en hoe je de MRI-afbeeldingen wil doen in de sequentie van de MRI T1, T2 gewogen turbo echo spins. En dan is mijn vraag om samen met mij even de toekomst te schetsen. En ik ga een paar trefwoorden noemen. En dan moet u mij wel even helpen. Hoe gaan we dat doen ten aanzien van dat ene lymfepaadje waar we allemaal naar op zoek zijn om lymfoveneuze anastomose te doen met het meeste effect. En dan noem ik het volgende. Scanning time. Tijd die je nodig hebt om te scannen. MRI van 7 Tesla. Fysiologische functie. Flowmeting. Hoe maken we onderscheid tussen normale extatisch lymfevat en een constrictoire sclerotisch lymfevat? Kunt u dat mij vertellen? Bedankt voor uw felicitaties en de vraag. Om er even doorheen te lopen, inderdaad, de eerste was het tijdmanagement. Hè. Wat ik net al aangaf, inderdaad, is dat een MRI dus op dit moment meer tijd natuurlijk inboekt dan bijvoorbeeld zo'n ICG-onderzoek op de poli. Dat kan op de poli worden gedaan, is een handheld camera waar we meteen na 20 minuten kunnen kijken hoe het lymfestelsel in beeld wordt gebracht. Eén nadeel wat ik bij de ICG kan zeggen is dat het met de camera tot ongeveer een centimeter of 2 diep kan worden gezien in de arm. Waardoor we echt het diepe lymfesysteem niet in beeld brengen. Maar verder is dat inderdaad op dit moment de makkelijkste en handigste methode om voor diagnostiek voor lymfevaten die we voor een LVA kunnen gebruiken in beeld te brengen. De MRI heeft ook een aparte afspraak nodig. Iemand moet apart naar een MRI om daar natuurlijk dat onderzoek uit te ondergaan, wat nu dus ongeveer een uur duurt. Dus ja, dat zijn inderdaad daar nu nadelen van. Maar inderdaad, op de toekomst gericht. Nu hebben we de onderzoek gedaan met een 3 Tesla. Wie weet komt er in de nabijheid een 7 Tesla of 14 Tesla of wat dan ook. Wat dan meer de mainstream wordt ook in het ziekenhuis, waardoor dingen ook sneller en beter nog in beeld kunnen worden gebracht. En wellicht kunnen we dan ook het protocol natuurlijk veel inkorten, omdat we dan misschien maar zo'n MRI-scan natuurlijk veel sneller rekent. Dus dat zouden voordelen kunnen zijn. Wat het wel kan zijn, is dat de MRI afzetten tegen een lymfeschintgrafie, om echt bijvoorbeeld te diagnosticeren. Nu wordt daar soms een lymfeschintgrafie voor uitgevoerd. Nou, dat gebeurt ook een 2 à 3 uur, wat zo'n onderzoek duurt. Nou, gebruikt een radioactieve tracer, technici. Dus wat dat betreft zou de MRI dan wel in de plaats kunnen komen in plaats van bijvoorbeeld zo'n lymfeschintgrafie qua tijd. Verder. Mag ik u wel vragen, ook ten aanzien van de tijd? U zegt ja, dat kost tijd. Het is wat langer en ik ga een beetje proberen uw werk te verdedigen. Kunnen we die MRI niet combineren met bijvoorbeeld een volumemeting en de biologische status van de aangedane ledemaat? Waarin je met één meting, weliswaar misschien wat langer, en u zelf geeft het aan die sequentie van 120 minuten, wel 3 metingen in één keer doet met een redelijk gestandaardiseerde betrouwbaarheid. Zou een mogelijkheid kunnen zijn om volumemeting en bijvoorbeeld meteen omtrekmeting met eventueel ook wat bijvoorbeeld, en dan haal ik er even bioimpedance bij, die ook nog de vocht tussen intracellulair, extracellulair en dergelijke kan zien, om bijvoorbeeld dat ook nog daarbij te betrekken, om de compartimenten subcutus of dergelijke te meten. Dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn om dat er allemaal bij te betrekken, met bijvoorbeeld met bepaalde landmarks in armen te zetten om daar een gestandaardiseerd protocol van te maken. Ja. ben ik volledig eens. Zou mooi zijn. Ja. Dank. En dan heb ik nog een vraag. MRI als een diagnostische modaliteit te midden van de opkomende ultra-high frequency ultrasounds of een fotoacoustische imaging. Hoe ziet u dat voor u? Wie gaat de race winnen of gaan we ze allemaal combineren? Ja, nou, het is in ieder geval zo, de fotoacoustic imaging, dat geeft ontzettend mooie beelden. Op dit moment is dat vooral in de Aziatische landen zijn ze daar flink mee aan het onderzoeken. Daar zijn en venen en lymfevaten heel goed mee in beeld te brengen. Dat staat nog wel echt inderdaad in de kinderschoenen, waardoor het heel veel kosten nog met zich meebrengt. De apparaten zijn zeer duur en heeft daardoor ook nog wat meer tijd nodig. Maar dat is inderdaad ook een vorm van de imaging die veelbelovend is. Het is dan ook de vraag, ja, ik heb namelijk ook onderzoeken gezien waarbij ze bijvoorbeeld een portable MRI gebruiken. Bijvoorbeeld voor het brein. Waarbij wellicht in de toekomst het ook zo is dat er een portable MRI beschikbaar is, waar een hand in te leggen is of een arm in te leggen en zo een arm te meten. Maar goed, dat zijn inderdaad dingen voor de toekomst. We gaan ontzettend snel en wie weet kunnen we dan ook inderdaad nog protocollen met artificial intelligence inzetten om dingen... Nou, u haakt het zelf aan, maar daar wil ik u nog een vraag over stellen als mijn laatste vraag. Want je ziet steeds meer modellen opstaan zoals die large language modellen, hè, meest bekende, die ChatGPT, die nu op dit moment vrij goed ontwikkeld is en steeds beter wordt voor wat het waard is voor de toekomst. Maar hoe ziet u dat ten aanzien van bijvoorbeeld large image modellen, waarbij je de beelden beter kan analyseren en met behulp van artificiële intelligentie misschien nog beter kan analyseren ten aanzien van beter bepalen wat je opereert en wat je niet opereert en wat is je anatomische locus die je gaat attackeren als operateur? Wat de modellen die u aangaf? Ik verstond het laatste niet, dat kwam door verbinding. Ja, ik verstond niet heel goed wat u zei qua modellen. Nee, ik bedoel meer te zeggen, wat vindt u van de ontwikkeling van de AI binnen de analyse van de beelden van MRI ten behoeve van lymfoveneuze operaties? Ik zie het wat dat betreft nu iets minder in de artificial intelligence op zich. Maar ik kan me wel voorstellen dat artificial intelligence wel goed ingezet kan worden en gebruikt kan worden om bepaalde vaten uit elkaar te halen. Daarbij te kijken wat de kwaliteit van een vat is, diameter van een vat, hoe diep en dergelijke. Om daar natuurlijk de algoritmes uit te halen van nou... Wat is de kwaliteit van een vat en is die dan ook van goede kwaliteit om bijvoorbeeld een LVA uit te kunnen voeren? En ook met retrospect te kijken van nou, is dat ook dan goed gegaan? Is een verbinding doorgankelijk? Is die misschien deels doorgankelijk? Om dat te bekijken in plaats van nu heel robuust doen we met de milking test kijken of een vat met ICG doorgankelijk is. Om dat nog verder te objectiveren en als er ergens een gat zit of wat dan ook, om dat misschien duidelijker inderdaad nog in beeld te brengen. Met dus dan de kans van nou, als er dus weer zo'n patiënt komt met eenzelfde probleem, om dat al te ondervangen, bij wijze van. Ja, dank u wel meneer de promovendus voor uw antwoorden en ik geef het woord terug naar meneer de projector. Dank u wel, dokter Vasilic. Dan komt nu aan de beurt professor Stijlen. Hij is hoogleraar dermatologie aan deze universiteit en Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hij is vandaag bovendien secretaris van deze promotiecommissie. Professor Stijlen. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus, ook ik wil u van harte feliciteren met de totstandkoming van uw proefschrift en uw promotor. En beide co-promotoren wil ik graag bij de felicitaties betrekken. Ik heb met grote interesse gelezen en ik ben ook blij dat ik met u hierover mag discussiëren. Omdat we hebben in Maastricht in het MUMC+ hebben een spreekuur voor zeldzame ziekten. En daar horen ook de zeldzame lymfoedemen horen daarbij. En dat zijn dus vormen waar een genetische variant ten grondslag ligt. En toen ik u hoofdstuk 8 las, zag ik dat u het primaire lymfoedeem uitsluit. Nou weten we dat die mensen met primair hereditair lymfoedeem, dat kan soms manifest zijn, maar het kan ook niet manifest zijn. Dus hoe heeft u dat gedaan? Hoe heeft u die primaire hereditaire lymfoedemen uitgesloten? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw felicitaties en uw vraag. Nou, van ons referentiekader is het natuurlijk in eerste instantie dat we op secundair lymfoedeem meer gericht zijn vanwege borstkanker-gerelateerd lymfoedeem. Omdat natuurlijk nee, dat snap ik. Ja. Nu is het zo dat er in de literatuur qua LVA-operaties en dergelijke ook wat minder bekend is over de primaire lymfoedeem. Nee, maar dat was niet mijn vraag. Hoe heeft u, in dat tabelletje staan de exclusiecriteria, hoe heeft u de primaire lymfoedemen uitgesloten? Heeft u genetisch onderzoek gedaan? Of, op die manier. Ja, dat bedoel ik, ja. Nee, dus we hebben daarbij gekeken bij dus de inclusie waarbij het dus om borstkankergerelateerd lymfoedeem gaat. Dus het dus echt een onset is na de kankerbehandeling. En daarbij is het dat we daarop af zijn gegaan. Dus het is inderdaad als mensen al bekend waren met primair lymfoedeem, om die te excluderen. Ja, als ik u mag onderbreken, dus de onbekende heeft u niet kunnen uitsluiten. Want er is een artikel hè, in de Clinical Cancer Research van een groep uit Pittsburgh, van de Universiteit van Pittsburgh. En die hebben gevonden bij patiënten na een mammabehandeling dat ongeveer 5% van de patiënten die lymfoedeem ontwikkelen een genetische predispositie hebben. Dus, en waarschijnlijk stellen zij ook, zijn er veel meer mogelijkheden dat patiënten met een nog niet manifest lymfoedeem toch genetisch gepredisponeerd zijn. En ik denk dat u die wilt uitsluiten. Hoe heeft u dat gedaan? Nou, dat is per definitie, om het zo te stellen, dat is niet gedaan. Dus we hebben niet iedereen door een genetisch onderzoek gedaan. Dus het zou best kunnen dat er bijvoorbeeld een patiënt tussen zit die en een primaire component heeft en misschien een secundaire component. Ja. Dat zou kunnen. Dus dat is niet zo tot in die diepte zo uitgevraagd voor. Want dat zou interessant zijn, denk ik, ook met de volgende trials, om te kijken om dat mee te nemen, die genetische risicofactoren. Ja. En die zijn bekend, er is een heel panel voor aan genen. En tegenwoordig is het allemaal niet meer zo duur om dat na te kijken. Dus, maar dat is niet in het protocol van de LymphTrial meegenomen, begrijp ik? Nee, tot zo diep is dat niet meegenomen. Het is wel zo dat we bij ICG-onderzoek daar wel een kleine verschil in kunnen zien. Is dat bijvoorbeeld bij een primair lymfoedeem waar echt een aanlegprobleem is. En we, dat kan je met de lymfscintigrafie kan je dat zien? Nou, dan kunnen we bijvoorbeeld zien dat als we dat ICG hebben geïnjecteerd, dat er eigenlijk een soort van geen opname is of weinig opname. En dat zou dan kunnen leiden tot, het hoeft niet per definitie zo te zijn, maar dat zou er aan gelinkt kunnen zijn. U zegt het ergens ook op pagina, even kijken, 126 schrijft u ook dat het niet alleen toegepast is bij secundair lymfoedema, die LVA, dus blijkbaar dus ook bij primair uideem. Weet u iets over die resultaten? Kan het bij primair hereditair uideem? Is daar een plaats voor LVA volgens u? Er zou zeker een plaats kunnen zijn. Alleen de resultaten die zijn daar wel gewoon wat lager van. Dus dat is wat er bekend is. En daardoor is het ook omdat we natuurlijk veel op borstreconstructies zitten in de binnenplassie, is daar natuurlijk ook meer de focus op gegaan richting de secundaire. En voor een primair lymfoedeem aan te tonen, wat voor beeldvorming zou u gebruiken dan? Want u noemde net één. Wat is de beste manier, of wat is de beste scan of om te verrichten als je primair hereditair lymfoedeem wil aantonen? Nou, voor primair lymfoedeem zou ik zeggen, want dan zou je eigenlijk het hele lymfestelsel wel in beeld willen brengen. Dus oppervlakkig en diep, hè? Ja, oppervlakkig en diep. Daarvoor zou dan eerst naar een MRI of in ieder geval de scintigrafie om aan te tonen om daar natuurlijk de uptake van dat technetium te beoordelen. Waar ik dan denk dat de MRI dus mooier is. Ja. Maar goed, dat is duidelijk. Maar in ieder geval, dat zou dan voor primair lymfoedeem dan de voorkeur Oké, dank u wel. Een hele korte vraag over iets wat ik niet begreep. Dat gaat over het hoofdstuk 8 ook. Daar schrijft u dat u eigenlijk geen disbalansen verwacht bij de randomisatie. Dus onevenwichtigheden in de randomisatie. Maar op pagina 131 schrijft u toch van wanneer een disbalans aanwezig is, dan kunnen we die aanpassing berekenen. Ik begrijp niet precies wat u daarmee bedoelt en hoe dat in de praktijk wil doen. Nou, we gaan ervan uit, omdat het een loting is, dat we met deze grote groep van 120 patiënten, dat we natuurlijk daar een evenredige verdeling in hebben. Ja, dus dat we daarin dan geen disbalans zullen vinden. Maar goed, het kan natuurlijk altijd met een loting zijn dat natuurlijk iets qua leeftijd of qua BMI of wat dan ook net een bepaalde ene kant opvalt tussen de groepen. Ja. Om dan te kijken, mocht dat zo zijn, om dat te corrigeren. En hoe doet u dat dan? Want gaat u toch ingrijpen in de randomisatie? Ja. Nou ja, kijk, dat is dan ook mede aan de statisticus natuurlijk om dat mee te bekijken. Maar goed, daar zijn dan... technieken voor, hè? Ja, daar zijn dan... om bijvoorbeeld één iemand bijvoorbeeld met een heel hoog BMI... Ja. Om die bijvoorbeeld in bepaalde analyses uit te laten en zo. Dank u wel, ik ben tevreden over uw antwoorden en geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Stijlen. Er wordt nu de oppositie voortgezet door professor Werker. Hij is helemaal uit Groningen hier naartoe gereisd. Hij is plastisch chirurg aan het Groningen Universitair Medisch Centrum. Professor Werker. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de promovendus, ik hou de felicitaties kort. Ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Wat dat betreft, want de tijd vliegt. Ik wil graag met u van gedachten wisselen over met name hoofdstuk 6. En als ik reviewer geweest was, was ik niet akkoord gegaan met de titel van het hoofdstuk. Als artikel. Kunt u zich dat voorstellen? Hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. Even kijken, 6 was... De titel is namelijk Correlation between Patency and Clinical Improvement after lymphatico-venous anastomosis in breast cancer-related lymphedema. Ja, dus dat we daarbij impliceren dat er dus al een correlatie is waarschijnlijk. Nee. Wat is uw primaire uitkomstmaat? De kwaliteit van leven in die zin. Dus dat is niet de primaire uitkomstmaat clinical improvement, denk ik. Ja, of als er natuurlijk kwaliteit van leven een groot ding is, natuurlijk een meer subjectieve maat. Dat is zo, maar ja... Dat is ook een grote maat binnen de plastische chirurgie en dat kan ook als klinische vooruitgang worden gezien. Maar ja, daar verschillen we van over. Ik snap denk dat een van de latere opponenten daar ook nog het een en ander over zou kunnen zeggen. Maar goed, het was eventjes een plaagvraagje eerlijk gezegd. U concludeert in dat hoofdstuk dat de patency bij 3/4 van de patiënten oké is, want er is er nog meer dan minimaal één LVA's open. U constateert een significante verbetering van de quality of life en 2/3 van de patiënten hoeft geen kous meer te dragen. En u schrijft ergens dat u de patency acceptable vindt. Nou doe ik zelf niet veel LVA's, sterker nog helemaal geen, maar wel veel microchirurgie. En als ik een patency zou hebben van 75%, zou ik heel erg ongelukkig worden. Dus waarom vindt u dat nou eigenlijk acceptabel? Mede is dat ook omdat in de bekende literatuur de patency van zo'n LVA na een jaar een beetje schippert tussen de 55, 60 tot 80, een beetje die range. Dus waarbij we dan ook eigenlijk naar de bekende literatuur dan ook schrijven van hoe is dat in relatie met elders. Dus als alles slecht gaat, dan zeggen we nou ja, het gaat toch slecht, dus we vinden dat oké dat het slecht gaat. Vind ik eigenlijk geen goed uitgangspunt eerlijk gezegd. Want ik zou zeggen, we moeten naar 95%, 98%, dan vinden we dat echt acceptabel. Maar je moet je natuurlijk afvragen, waarom zijn nou eigenlijk die resultaten zo matig? Ja, kijk, wat het natuurlijk ook is dat, omdat het natuurlijk hele fragiele vaten zijn, hè, en we natuurlijk met die hele kleine vaten bezig zijn, is het ook met wat we net hebben gezegd, dat in principe we met zo'n LVA dus niet een lymfoedeemarm slechter maken, mocht het niet lukken of wat dan ook. In dat referentiekader is het dan dat we zeggen, nou dan is dit... richting acceptabel. Maar goed, ik ben het helemaal met u eens dat we natuurlijk liever op 100% zitten. Maar 100% kunnen we nooit krijgen natuurlijk, maar dat we natuurlijk richting die 100 gaan. Zeker, dat ben ik helemaal met u eens. Een van de andere dingen die mij triggerde was dat u op pagina 92 schrijft dat er moet een adequate subcutaneous vein zijn. Adequate vind ik ook zoiets ongrijpbaars. Er is veel onderzoek gedaan door een groep uit Rome in samenwerking met Aziaten over waar je naar zou moeten kijken met name de venen. Dus niet alleen naar het lymfevaatje, maar ook naar de venen. Bent u daarvan op de hoogte? Weet u dan over wie ik het heb? Nou ja, ik weet in ieder geval dat er ook in Azië met Dr. Chen en zo, die hebben daar ook naar gekeken. Ik weet niet of dat degene is die u nu aanhaalt. Maar die hebben inderdaad daar ook naar gekeken. En goed, wat er in ieder geval bij ons gebeurt, zover ik weet, want ik ben niet bij alle operaties geweest, maar hoe dat wordt gedaan is dat er inderdaad gekeken wordt naar de kwaliteit van de vat, ook door de chirurg zelf, omdat we die natuurlijk niet in beeld brengen van tevoren. Dus tijdens de ingreep wordt er het lymfevat opgezocht, wat we wel van tevoren hebben gezien. En nabij gelegen natuurlijk, want het moet niet te ver uit elkaar liggen, want ja, dan is natuurlijk een anastomose al niet werkbaar. Nou, ik doelde met name op het werk van Visconti. Die heeft in 2022 nog een stuk geschreven over recipient venule selection and anastomotic configuration voor LVA. En ik vond het wel interessant, want hij komt daar ook met een algoritme voor de keuze van een acceptorvene. En dat facet heb ik eigenlijk een beetje gemist in het onderzoek. En ik vraag me dus af of dat toch wat teleurstellende patency-percentage daarmee te maken kan hebben. Goed, nogmaals, ik ben geen specialist en ik vind het heel knap hoor dat ze aan elkaar genaaid kunnen worden. Maar misschien is daar nog wat verbetering te halen. Dan een volgende vraag gaat wat mij betreft over de patency van zo'n LVA. Daar hebben we het al over gehad. Er wordt een milking test wordt, meestal toegepast. Ja, vanuit de microvasculaire chirurgie zit ik altijd een beetje met kromme teen als iemand een milking test doet. Want je hebt toch kans dat je het endotheel beschadigt. Dus ik ben er niet een heel groot voorstander van. Dus zijn er geen andere mogelijkheden? Nou, het is met die milkingtest is het het duidelijkst te zien. Want ja, met lymfevaten hebben we natuurlijk geen pomp. Dus het is niet dat het er maar doorheen stroomt. Dus daar hebben we natuurlijk ook mee te maken. En tijdens zo'n ICG-onderzoek, waar we dan ICG hebben geïnjecteerd, is dan duidelijk te zien als dat juist daar aankomt, omdat daar doorheen, en dat hoeft ook echt niet hard hoor. Dus het is niet dat we heel veel moeten manipuleren, maar is dat goed door die verbinding te zien. En natuurlijk zal het zo zijn dat zonder zo'n milkingtest zien we daarna natuurlijk ook dat het wat doorloopt. Alleen zo'n venen loopt vaak richting de diepte. En met die ICG-camera kunnen we ja, tot die 2 centimeter zien, waardoor we eigenlijk maar een klein stukje daarna zien. En op het moment dat er toch nog bijvoorbeeld wat vocht zit, of dan overschaduwt dat. Dus vandaar dat die milkingtest wel handig is om het eerste vocht daar wat doorheen te manipuleren. Oké, en u hebt uw methodologie is sterk hoor, u hebt dingen heel goed gestructureerd, maar ik vroeg me toch nog af, is het niet mogelijk om die patency zeg maar wat eerder in het natuurlijk beloop in de gaten te houden, anders dan met de ICG? Zou zeker kunnen. Ja, we willen aan de andere kant natuurlijk zo'n lymfedeemarm ook niet te veel belasten in die zin om alleen maar te injecteren. Dus dat is ook een argument. Ja, en vaak wordt dan gezegd, ja, dan na een jaar inderdaad te kijken. Bij de LymphTrial is het zo dat we na een jaar en na 2 jaar kijken. Ja, dat is dan zo inderdaad van tevoren besproken en afgesproken, maar inderdaad... Het zou een half jaar kunnen zijn, dus dat is niet per se of per definitie de... Nee, maar je zou niet bijvoorbeeld dan na 2 weken iets kunnen doen en dan na 6 weken nog een keer en dan... Ja. En dan ook iets doen als je niet tevreden bent. Ja. Nee, dus je ziet dat die anastomose geleidelijk aan 1 voor 1 dicht gaan zitten, ja. Ja, theoretisch zou dat natuurlijk kunnen. Aan de andere kant zitten we dan inderdaad met dat we maar injecteren in zo'n lymfedeemarm. Dus daar blijven we natuurlijk het liefst zoveel mogelijk vandaan. Goed. En aan de andere kant, ja, mocht zo'n lymfevat dicht zitten, dan is het nu ook niet zo dat we dan aan dat lymfevat per definitie iets meteen kunnen doen. Maar dat we bijvoorbeeld uitwijken naar andere lymfevaten. Okay. Dank u wel. Mijn tijd is op. Ik geef het woord terug aan de rector. Dank u wel, professor Werker. Er wordt nu de oppositie voortgezet en dat gebeurt in het Engels door professor Nistor. Hij is plastisch chirurg, Vrije Universiteit Brussel, België. Hij heeft alles in het Nederlands wel kunnen volgen, maar prefereert zelf Engels. Thank you, well. I will speak in English. I hope this is okay. Okay. Congratulations to you and to the promoters for an excellent work. And I must say that this contribution of yours in the field of lymphedema is very welcome, because for years and years, lymphedema has been completely neglected. And we know this existed for thousands of years. Medicine and medical schools have dedicated very little time to the study of lymphedema. And you showed very nicely that this affects a lot of women, which also due to breast cancer, but also after primary lymphedema, suffer from this particular disease. So it's very welcome that we have studies such as yours. And I must say that it took forever so that we finally have some surgical techniques which are working. And general surgeons have tried to solve lymphedema. They failed because they didn't have the correct knowledge. Vascular surgeons tried to solve lymphedema, and they failed as well because they didn't have the tools for this. And it was only when plastic surgery and microsurgery and the technology finally merged together that we saw some results. So congratulations on pushing this even further. And my first question to you is related to your chapter number 6, namely the study for the quality of life, where you showed that in the two groups, you had 19 patients in the patency group of LVAs, and you showed that you had 4 non-patent LVAs. But the quality of life in between these two groups was not statistically significant. So this means even though the anastomosis didn't work, the quality of life was similar to the patients which did work their anastomosis. Do you think this is an indication that there is a very strong placebo effect for this kind of intervention, for this kind of surgery? This is my first question. Hooggeleerde opponent, thank you for your question. Well, what we see is in the group of the non-patent anastomosis, at first hand, it looked like they're open. They could stop with the compression garment, and then the quality of life rises. But in between that year, somewhere in that year, the anastomosis is non-patent anymore. But I think because at first hand they're happy because they have a better feeling in the arm, the anastomosis is patent, and afterwards, like 3/4 of a year or something, it falls back. Then they got still this rise in the quality of life because in the meantime they stopped wearing the compression garment, and that's what we see in that patients, I guess. Otherwise, I could not imagine that an anastomosis is not patent at first, and that the quality of life rises. Of course, there could be a little placebo effect in a way that when people get operated, they feel I'm operated, so now I'm relieved, so I'm now I'm doing better. Of course, there could be a little sign of a placebo effect, but in a next investigation research, we will investigate the LVA operation with a sham group. So then we take on the placebo effect, if that's a thing. Excellent. That's an upcoming research. So. And I think this will be the first time that anybody in the world has a study where they actually have sham surgery for LVAs. I don't know of any other groups in the world which have done this. So not congratulations. Yeah. And my second question is related to your chapter number 7 on the robotic LVAs, and especially on the time, on the duration to perform the LVAs. And you showed that despite similar results, the difference is related to the operating time and the fact that by hand it's quite faster, almost half the time required for the robotic surgery to be performed. And as we know, operating time costs are skyrocketing, and how do you see this leveling in between what we can do nowadays by hand and maybe decreasing even further this robotic anastomosis time? Mm-hmm. So mostly the operating time is due to the setup of the robot. So when things are used and used to set up, then the time will get shorter. And moreover, there is a learning curve in operating with a robot. So when all this is coming together and the surgeon is more convenient with use of the robot, the time of the operation will get shorter. So that's what is in the future, what I think that's a good possibility. Thank you for your answers, and congratulations for the excellent work. Thank you. Thank you, Professor Nistor. Dan gaan we nu verder met de oppositie door dokter Van Dongen. Zij is klinisch psycholoog, psychotherapeut in Leids Universiteits Medisch Centrum. De vloer is aan u. Dank u wel, vice-rector. Geachte promovendus, allereerst wil ik u en uw promotor en promotoris van harte feliciteren met de totstandkoming van uw proefschrift Challenges in Lymphedema. Een passende titel, want lymphedema kent vele challenges en daarover wil ik graag met u van gedachten wisselen. In uw proefschrift maakt u duidelijk dat lymfedeem een ernstige chronische aandoening is met een enorme impact op de kwaliteit van leven. En u heeft berekend dat alleen al in Nederland tienduizenden kankerpatiënten hieraan lijden. En desondanks, professor Nistor noemde dat al, blijft lymphedema onderbelicht. In 2020 presenteerde de Taskforce Cancer Survivorship and Care speciaal een nationaal actieplan om de late effecten van kankerbehandeling te verminderen. En hierbij werden alle late effecten van kankerbehandeling genoemd, behalve lymfedeem. Mijn vraag aan u, wat maakt dat lymfedeem en de microchirurgische behandeling niet de aandacht krijgt die het behoeft? Dit ondanks het belang voor vele kankerpatiënten. Zeer geleerde opponent, bedankt voor uw felicitaties en vraag. Ik denk in eerste instantie dat het zo is dat het een onderbelicht item is, omdat iedereen is heel erg gericht op de kanker en de behandeling daarvan, metastase, terugval en dat soort dingen. En daar is altijd de eerste focus op. En dus ook de behandeling daarvan en na-effecten, zoals bijvoorbeeld lymfedeem, ja, dat wordt dan in eerste instantie als bijzaak gezien. En het heeft er ook mee te maken dat de subsidiëring ook in eerste instantie heel erg gericht is op de kanker zelf in het verleden. En dan is het ook lastiger om een subsidie aan te vragen voor dingen zoals lymfedeem. Dus dat heeft ook mede geleid totdat het dan in eerste instantie een onderbelicht onderwerp ook is. Of tenminste zal er ook mede aan hebben geleid. Ja. Ja. En dan, dank u wel. Mijn tweede vraag sluit eigenlijk hierbij aan. Op dit moment wordt de richtlijn voor lymfedeem herzien. En de nu circulerende concept van de richtlijn telt ruim 100 bladzijden. En 3 bladzijden daarvan gaan over de microchirurgie. En op bladzijde 95, en ik zal dat u voorlezen, wordt de eerste aanbeveling gedaan. En daar staat: pas reconstructieve chirurgie alleen toe in het kader van een studie. En dan heb ik hier uw state-of-the-art proefschrift. En dan denk ik... is dat wat we willen voor de vele tienduizenden patiënten in het komende decennium? En vanuit uw kennis en ervaring en vanuit de expertise van de afdeling in Maastricht, vindt u dit een juiste conclusie is voor de komende 10 jaar voor de vele kankerpatiënten? En zou u die conclusie willen bijstellen? En zo ja, hoe dan? Nou ja, goed, wat mij betreft en wat ons betreft zouden we natuurlijk dat anders zien. Hè, en zouden we de LVA bijvoorbeeld daar duidelijker in willen hebben, ook met wat er ondertussen bekend is. Het was zo in de vorige richtlijn was het zo dat de LVA eigenlijk werd afgeschreven van doe dit eigenlijk maar niet. Hè, zo kort gezegd, zo stond het er eigenlijk toen in. Dus er is al een hele stap vooruit daarin. Maar goed, nog niet waar we willen zijn. Want ik denk bij vroegstadium lymfoedeem, waar echt nog veel in te bewerkstelligen is, is dat de 11 jaar echt daar wel een goede plek heeft. Waarbij echt verbetering van klachten kan voorkomen. Dus we zouden het zeker zien dat daar duidelijker in stond. Zeker, ja. En dan ga ik aan u vragen, welke actie gaat u daarvoor ondernemen om dat er duidelijker in te krijgen? Ja, nou, we zijn natuurlijk nu al bezig met dat multicenter onderzoek, waarbij we dus de 11 jaar, dus 2 jaar daarna natuurlijk volgen. Dus de resultaten die zullen daar ook aan meedoen, want dat is natuurlijk een multicenter RCT. Dus ja, heel veel hoger qua bewijskracht is er ook niet echt. Dus daar hebben we dan al een voordeel in. Dan loopt er nog een vervolgonderzoek wat komt. Met wat ik net al aanhaalde, met het onderzoek waarbij we ook die sham-operaties zullen doen. Om ook het placebo-effect onder andere weg te nemen. Maar ook echt te kijken, doet die operatie ook echt wat we denken en willen. En ik denk met die bij elkaar zijn we al heel erg bezig om die bewijskracht zo groot mogelijk te maken. En de 11 jaar daarmee zo op een zo hoog mogelijk punt te kunnen bewijzen. Dank u wel. Dan kom ik nog even terug op mijn eerste vraag. Ik vroeg van, wat maakt dat er zo weinig belangstelling is voor lymfoedeem, maar ook voor de microchirurgische behandeling? Dus vandaar ook graag... Ora est. Nou, de vraag is wel gesteld en dan zeggen wij hier, dan mag die ook beantwoord worden. Zeg kort en praktisch. Ik was even in de war met, dus wat was... Ik was even afgeleid, maar... ja, goed, de vraag was voor de microchirurgen en dergelijke, hoe dat in de toekomst, of tenminste, hoe dat zou zijn. Ja, hoe daar meer belangstelling voor kan komen. Ja, nou ja, ik denk inderdaad door ook op congressen en dergelijke alleen maar meer aan te halen waar we mee bezig zijn, andere collega's er nog meer van op de hoogte krijgen, interdisciplinair ook met de oncologen, met de chirurgen daar erover hebben, zodat ook die lijntjes kort zijn, dermatologie. Zodat ook daar de lijntjes kort zijn en we daar goed over kunnen discussiëren en kunnen laten zien hoe belangrijk het is. Dank u wel, meneer de Bron-Vendes. Geef het woord terug aan de vice-rector. Ja, dan is hiermee de gelegenheid voor het beantwoorden van vragen aan de verdediging van uw proefschrift voorbij. De commissie gaat zich terugtrekken voor beraad. Ik verzoek u en uw gezelschap de uitkomst van dat beraad en onze terugkeer hier af te wachten. Daarvoor schort ik even de vergadering. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goals only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. Time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 7 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goals only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Hit the mileage, traveling so far from home. Gathering knowledge, other connections. I put the time in, to get everything I ever hoped for. It's a challenge and we all in, it's a better future. future that we go for. And even though these nights seem long, I know that I am never on my own. Know you won the battle once you grow. Outside, 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goals only getting clearer. East side to the west side, no place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and not. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goals only getting clearer. East side to the west side, no place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and not. Can't fly by now, don't waste all your time. Cause I'll go the extra mile. Meneer de promovendus. Ja. De commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel over beide en gelet op de vroeger door u afgelegde examens, heeft zij besloten u de gevraagde dokterstitel toe te kennen. De hoogleraar Van der Hulst is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij Joost Adrianus Gerhardus Norbertus Wolfs tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verdelen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. En te bewijzen daarvan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden hier van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Ik mag de laudatio doen. Beste Joost, geachte Adrianus, gefeliciteerd met jouw promotie. Het is zo fijn dat je jouw promotie af hebt kunnen maken, uiteindelijk. We kennen jou sinds 2017, toen je jouw semi-stage kwam doen op onze afdeling. In die tijd had ik net mijn appartement gekocht en daarbij ook een piano van meer dan 100 jaar oud, die meer dan 100 kilo weegt. Als onze semi kreeg je de heervolle taak om deze piano naar de derde verdieping te tillen. Natuurlijk samen met andere drie mannen. Het is een wonder dat je hier geen liesbroek aan over hebt gehouden. Daarmee werd onze samenwerking een feit. Als ik terugdenk aan de afgelopen jaren, heb je echt heel veel bereikt. Een multicenterstudie afgemaakt. Jouw promotie afgerond. Een nieuwe vriendin gekregen. Aan een kind op de wereld gezet. Dat is echt boven verwachting. Wat je allemaal hebt gedaan in de laatste 6 jaar maar. Je weet dat alles is een beetje lomp begonnen. Daarmee bedoel ik niet toen je tijdens een winterbijscholing met het thema Beauty and the Nerd verkleed ging als Miss Beach Girl in bikini. Waarin je blijkbaar zo prachtig voelde dat je deze outfit ook op de piste en tijdens de après-ski aanhield. Nee. Met lomp bedoel ik het lymfoediemonderzoek met pizza. Want heel veel onderzoekenprojecten zijn zo begonnen. We hadden 1 keer per maand een leuke onderzoeksvergadering met andere collega's die ook hier zijn en assistenten van onze afdeling in het prachtige huis van Dr. Keuter. Kenmerkende voor deze vergaderingen waren de pizza's van Piano B. Degene die niet kent, Tongese straat. De enige plek waar je authentieke Italiaanse pizza kan halen in Maastricht. Uiteraard naast de huisgemaakte pizza van onze prof. Daar kan niemand aan typen. In 2018 ben je begonnen als hoofdonderzoeker van de LymphTrial. Een multicenter trial met veel diennemende centra's. Het ging alles best vlot. Je bouwde een goede netwerk op met de dermatologen, huidtherapeuten, patiëntenvereniging, tot de corona-uitbraak. Toen mochten we ineens geen patiënten meer zien op een poli, Patiënten werden verboden om naar hun huidtherapeuten te gaan voor lymfodeembehandeling zelfs. Kortom, een ramp voor onze trial. Na alle maatregelen, lockdown, vaccinaties, gedoe, kwamen we langzaam uit de pandemie. Toen hebben jouw creativiteit en harde werk ervoor gezorgd dat we de inclusies van patiënten inhaalden. Je hebt hiervoor meer dan 300 mails gestuurd naar betrokken zorgverleners. Regelmatig reminders gestuurd naar patiënten om naar de follow-up momenten te komen. En zelfs kerstkaartjes gestuurd naar de deelnemende centra's. En in oktober 2022 waren we zover. Alle inclusies waren binnen. Maar toen was je weg. Je begon als ANIOS in de periferie ziekenhuizen van onze regio, in de plastische chirurgie afdeling. Maar je had gelukkig genoeg artikelen om jouw promotieboek te schrijven. 's Avonds, gewoon in jouw vrije uren. Joost, je kan vandaag trots zijn op jezelf. Een multicenter trial afronden doet niet iedereen. En zeker niet met nog zo druk gezinsleven ernaast. Ik ben heel blij voor jou dat je Marcia en Thijs in jouw leven hebt. En dat ze jou zo gelukkig maken. Het is nu afscheid, maar niet echt. Het is meer... Oh, sorry. Sorry. Het is meer een afsluiting. Ik wens je een hele mooie toekomst en geniet van deze praktische mijpa. Nou, ik hou het wel droog, denk ik. Ik wens u namens de universiteit geluk met het behalen van deze dokterstitel. Het is ook heel plezierig dat u dat als alumnus van deze universiteit aan deze instelling heeft gedaan, doet. Daar zijn we u dankbaar voor. Het is altijd een groot genoegen om mensen hier hun hele opleiding te zien afronden. En allerlei revenuen ook nog binnen te halen voor de universiteit. Door deze actie van u hier vandaag in dit gebouw. Gefeliciteerd daarmee. Dank daarvoor ook. Ik dank ook de hoogleraar, de dokter Vasilic, professor Werker, professor Nistor en dokter Van Dongen. We hebben vandaag een heel groot team van mensen van andere universiteiten, meer dan eigen volk zelfs. Ja, ja, goed, dat kan gebeuren. Daar zijn we heel blij mee, want dat geeft altijd enig cachet aan onze academische plechtigheden hier. Dank dat u hier aanwezig was. En ja, veel meer heb ik niet te wensen. Ja, ik wens u natuurlijk wel een mooie carrière toe. Hopelijk in de plastische chirurgie, want ik denk dat u dat ambieert. Absoluut. U zit nog niet op het juiste spoor, geloof ik. Het juiste spoor heb ik wel, maar nog niet in de opleiding. Nog niet in de opleiding. Nou ja, daar moet dan aan gewerkt worden. Daar kan ik u niet bij helpen. Maar daar helpt u deze dokterstitel natuurlijk wel al bij. Zeker. Succes daarmee. Dank u. Dan, ja, ik heb geen echte fotograaf gezien, maar bent u degene die de foto's maakt? Want ja, dan gaan we nu nog even iets technisch zeggen voordat ik de vergadering sluit, want u wil misschien de hele groep op de foto hebben, inclusief dokter Vasilic. Dat kan alleen maar als u nu snel bent, zo dadelijk na het sluiten van deze vergadering, door dit groepje te fotograferen. Wij zullen ons hier opstellen. En dan moet u zien dat u dokter Vasilic er ook nog bij krijgt. Dan hebt u het team compleet. Want daarna wordt professor dokter Vasilic, bedoel ik, wordt weggedraaid. Die verdwijnt dan digitaal achter de horizon. En dan gaan wij in principe nog op de trap in de hal staan voor een traditionele foto. Die rust dan ook op uw schouders. En als u dat liever niet doet, dan wandelen wij rechtstreeks naar de receptieruimte waar we iets aangeboden krijgen. U wil wel die foto? Oké, dan ga ik nu de vergadering sluiten, maken foto's en gaan daarna in processie naar de receptie. Goed, als wij allemaal ons hier even opstellen.